En dan zetten we hier dus gewoon wat vuur. Oh. Of niet? Kijk zo. Dit. Nee! Nee! Cult member! Nee, wat heb je gedaan? Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe aflevering. De laatste keer had ik mijn survival server geopend. En zijn er ongeveer 200 man op de server geweest die de keuze hadden om of iets te bouwen of te grieven of eigenlijk gewoon alles te doen wat ze wilden. Er waren geen regels aan verbonden, alleen dat de server 24 uur open zou staan, wat uiteindelijk 30 werd. Maar dat mensen gewoon konden doen in mijn survival wereld wat ze wilden. Nu staan we hier dan in mijn huisje 30 uur later, er waren iets meer uurtjes bijgekomen. En hebben dus ongeveer 215 man ingelogd op de server, gebouwd, kapot gemaakt, elkaar vermoord, van alles gedaan en gaan we het resultaat bekijken. Ik heb super veel leuke feedback van jullie gekregen dat jullie dit vaker wilden en dat 15 slots te weinig was. Nou ja, 15 slots was wat ik op dat moment had. Dus ik wil wel een deal maken. Ik wil best upgraden naar ongeveer 45 slots of misschien meer of misschien net iets minder. Dat dus 45 mensen tegelijk online kunnen en dat we dit hele experiment nog een keer gaan doen als we de 1500 likes halen. Ik weet dat jullie het kunnen, de parodie heeft er al meer dan 2000, dus het is niet onhaalbaar. Maar als we dat halen, dan gaan we dit projectje gewoon nog een keer doen. En heb ik nog één hele belangrijke vraag die ik voor jullie heb. Ten eerste laat dus een like achter, maar ten tweede laat weten hoe lang je wilt dat de server open staat. We hadden dus nu 24 uur gedaan, ongeveer. Maar we kunnen het ook voor een week doen, of voor 2 dagen, of voor 3 dagen, of misschien voor een maand, om te kijken wat er gebeurt in een survival wereld als je het zo lang laat openstaan. Dus dat is het eigenlijk. Laat even een like achter en die comment. En dan gaan wij nu met de tour beginnen. Ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. Dit is mijn huisje, denk ik. Dit was mijn huisje, want... ik zit in creative. Alle chests zijn weg en ook de doorgang naar de mine is weg. Is de hele mine ook weg? Ja, half. Dus dat is toch... een beetje dichtgebouwd of zo. Oké, er is dus nog wel ruimte heen. Maar jullie vonden de mine blijkbaar niet zo'n goed idee. En ik heb een upgrade gekregen naar een tweede verdieping. Oh my fucking god. Oh, hier staat mijn chest. Jullie hebben gewoon mijn chest allemaal... uiteraard allemaal leeg. Maar jullie hebben gewoon mijn chest verplaatst. Ik snap het, ik snap het. En holy shizzle. Eerst stond dus alleen de farm er. En daarachter de Hall of Fame. Nu staan er zoveel huizen. Dat is niet normaal. We gaan straks gewoon even kijken wat er allemaal staat. Maar we gaan eerst naar beneden. Iemand heeft dus dat bordje daar geplaatst. Oh my fucking god! Graffiti van een eenhoorn. Oké. Oh, het zonlicht. En er staat er een gebouw tegenover. We hebben geprobeerd dit in stand te houden, maar helaas. Wouters. Wouters wat? wat is dit van Wouters? Is dit mijn hoofd? Mijn huisie? Ik denk dat jullie mijn huis bedoelt. Laten we gewoon hier links beginnen. Er staat hier een gebouwtje langs, geclaimd door Jaron. Heeft hier een huisje gebouwd. Alles is trouwens in survival gedaan, voor de mensen die het niet wisten. Ik ga vliegen, dan kunnen we iets sneller doorheen. Het huisje van ik heet Robbie Dodo Power! En daar, oh, die heeft een toffe pilaar. Dat vind ik een best tof idee, eerlijk gezegd. Dodo is epic. Love Dodo. Groetjes, ik heet Robbie. Veel succes nog met YouTube kanaal. Hij is een beetje gegriefd nadat griefers hadden gegriefd. Nu een beetje lelijk, maar was mooi. Nog eens groetjes. Love you Wouter, grote fan. Obbe. Ik denk Robbe. Alleen voor Wouter. Ah, oh, wat lief. Ik weet niet wat het is. Of zit er iets in of zo. PS, abonneer. Ah, nu. Ai. Zelfpromotie. Maar ik vind die pilaar vind ik echt tof gedaan. Goed gedaan, Robbie. Oh, er is een bovenverdieping. Jezus, man. Dit allemaal in survival gedaan. Is hier ook alles leeg? Alles is gewoon leeg. Oh, nee. Laat maar. Dat is niet waar. Damn. Oké, dit is een mooi huisje. Dat heb je mooi gemaakt, Jeroen. Of Robbie, dat was Jeroen. Oh, nu moet ik iedereen gaan onthouden. En hier staat ook nog een huisje. Ik weet niet wie hier heeft gebouwd. Dat is ook niet echt duidelijk. Het ziet er wel uit alsof het gegriefd is. Team Dodo en Maisha. Maisha. En wat is er dan? Is dit het clubhuis of zo? Ik denk dat dit ons clubhuis is. Daar gaan we vanuit. Hier hebben we gemaakt door Dark Shadow... heeft een of andere kleine uitkijkpost gemaakt. Dat je over de farm kan uitkijken. I love it. Looks good. Ziet er goed uit. Zo. Kijk, weer ook. Die pilaren, die steunpilaren, dat is echt een leuk iets. Dat moet ik ook gaan doen. Als je dat combineert met pilaren in het huis. Oh, dan heb je echt een goed huisje.
Een mooi huisje. Jullie hebben die van mij ook geüpgraded met hier van die stenen dingetjes. I love it. Vroeger stond hier mijn Louvre, maar die is 2 keer gesloopt. Kom gerust binnen om een kijkje te nemen. Oké. Okay. Het Louvre was gemaakt door Jonah Bros. Wat? Ik kan me nog wel herinneren, want ik ben op de ding geweest dat hij hier allemaal glas had gemaakt. Het was inderdaad het Louvre. Ik heb hem gezien. Helaas dat hij dan 2 keer gesloopt is. Wouter, hou van je. Ah, ik hou ook van jullie. Er ligt iets lekkers voor Wouter in het café. Een ijskoud biertje nodig. Wouter, loop rechtdoor. Oké. Okay. Dus we gaan nu naar het café. Dit is het Dodo Café blijkbaar. Mooi, zo over het... Kijk, dit vind ik dus tof, dat jullie niet het riviertje hebben weggehaald, maar gewoon een bruggetje eroverheen. Super leuk bedacht. De VT Vortex Café. Voor Wouter. Een broodje! Lekker! Ik ga meteen eten. Kan ik hem eten? Nee, ik kan hem niet eten. Of wel? Nee, oké. Okay. Ik kan hem niet eten omdat ik een queer zit. Sorry, maar ik vond hem heerlijk. Ziet er goed uit. Nice café. I love it. De Dodo Café. Haal nu je café Dodo. Dat is een goeie, jongens. Dat was een grapje over koffie. Alle mensen die koffie drinken zullen hem begrijpen. Begrijpen. Wat zit hier nog allemaal? Niet. Het is, de meubelen zijn een beetje schaars in de meeste huizen. Kan ik naar beneden? Ja, ja, dat kan ik. Kijken. Lars Boom. Lars die had zoiets van, fuck it, ik ga niet een heel huis bouwen, ik maak gewoon een boom. We hebben trouwens hier nog dus een paar huisjes, ik ga straks nog doorvliegen. Dodo! Shoutout. Damn, dit is echt de Hollywood sign. Het had alleen op de bergen daar moeten staan en dan was dat echt Hollywood material. Hier wonen Kelly en Cheyenne, Xtrumpo en Sjaatje. Jammer van de hackers en de grievers, maar ja, niets aan te doen. Hopelijk vind je de huizen die nog over zijn en zijn gemaakt nog mooi. En voor de kijkers, abonneer op Dodo, there you go. Wouter, je bent mijn held, X Kelly. Ah, lief. Hier wonen Kelly en Sjaatje. Hé, hey, Wouter, we hadden enorm veel grievers, maar we hebben zover het geluk geprobeerd te slopen? Hebben jullie het geprobeerd? Je gaat toch niet je eigen huis slopen, hè? Dat zou echt niets voor jullie zijn. Sorry, Wouter, het meeste is gemaakt helaas. Boven is een een zwembad? Boven? Voor mij? Wat is dit? Oh, dat is de slaapkamer van de dames. Daar mag ik niet zomaar in. Ofwel, kom ik dan bij het zwembad? Nee. Waar is het zwembad dan? Hoe kom ik? Is hier het zwembad? Oh, is een koelkast. Lekker, lekker. Maar ik zie geen zwembad. Of zit die erboven? Zo. Helaas lukt de bubbelbad niet. Zwembad! Nice, maar hoe moet je daar komen? Oh, er is hier een gang. Oh. Ah, vandaar die bordjes stonden voor. Ik dacht, dit lijkt net alsof die daar stopt. Maar er is dus gewoon een gang gemaakt. I love it! Mooi, een lekker zwembadje. I like it. Awesome gemaakt, guys. Ziet er goed uit. Dit is volgens mij wel echt aanbouw. Je zag dat ze eerst het huis hier hadden en toen dachten ze van... we hebben eigenlijk nog iets nodig en dan gewoon dat aangebouwd. Maar dat mag allemaal. Het is Minecraft, dat kan het. The Crib. X wrecked by koala. XX Crib. Oké, laten we eens kijken naar de crib. Fancy. Het lijkt eerder zo'n soort van... ondergrondse ontmoetingsplek waar je allemaal van die cults hebt die elkaar ontmoeten. En dan hier gaan overleggen met elkaar. Allemaal van die mensen die in van die kappen staan. Ik ga het even neerzetten. Dan begrijp je wat ik bedoel. Hoe heet dat? Een villager. Kijk, die staan dan zo. In een cult. Eromheen. Kijk, ze zien er ook echt uit als cultmembers. En dan heb je Flint. En dan zetten we hier dus gewoon wat vuur. Oh. Of niet? Kijk, zo. Dit. Nee! Nee! Cultmember! Nee, wat heb je gedaan? Oh, hij geeft nu wel licht. Dat is wel cool. Maar ja, dit is dus de cult. I love it. Ziet er goed uit. Mooie crib. Oh, de Hall of Fame. Dit is natuurlijk waar we allemaal op gewacht hebben. Wat is er gebeurd? Nou, de hoofden zijn weg. Hashtag alleen maar liefde altijd. Oh, maar er staan allemaal borden. Wat staat erop? Kelly Xtrumpo, ik heet Robbe Jaron. Ik heb er maar een muur van reacties van gemaakt. Ah, dat is ook tof. Hey Wout, je bent echt geweldig. Held, deze server was geweldig. Love you. Hey Dodo, het was awesome. Please doe dit nog een keer. Alle mensen waren leuk, behalve de grievers, die waren kut. Beste 24 uur ever in Minecraft history. Je bent een baas. Hey Dodo, dit was echt super. Next time geselecteerde community zoals Xtrumpo, bla 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 bla. En dan net zoals Community Craft bij DDG.
Ja, maar het idee was juist om te kijken wat er gebeurt als je heel veel mensen hebt. Maar ja, je kan altijd inderdaad ook nog een soort van community craft maken. Natuurlijk wil ik er ook bij. Gewoon weer een survival, maar dan staat het server online. Sponsor regelen, bekijk mijn huis, de bank. Waar is de bank? Ik zie geen bank. Instafus. Wouter, je bent en blijft awesome. Ga door met wat je doet. Instafus zegt ook... Wouter, waarom doe je survival met kijkers echt vet? Thanks, denk ik. Je bent echt baas. Je bent echt een baas van de buitencategorie. Thanks. Ik weet niet zo goed wat ik met deze comments moet. Ik denk dat het positief is. Cool, hey, Wouter was fucking awesome. Je moet dit echt vaker doen. Iedereen had plezier. Dank je voor de beste 24 uur in Minecraft. Ooit doe dit vaker. You are the best. Wouter en Maïga, I love you. We love you too. Oh, kijk, er is één iemand. Eén iemand heeft overleefd. En wie was dat dan? Oh, dus ik kan niet zien wie dat was. Oké, okay. Nou ja, jij hebt het overleefd. Ik weet niet hoe je het hebt gedaan. Maar goed gedaan, dude. Wat zit hier boven? Er zit... Oh, wow. Skywars. Right here. En er zit ook gewoon gold of iron of zo onder. Super fancy, een huisje. Iemand heeft dus gewoon hier gebouwd. Wat een baas. Wat een baas B. En heeft hij... Kijk, worden zijn spullen Ja, zelfs zijn spullen worden gejat. Oh, dat is verschrikkelijk. En wat is hier? Zoveel dingen. Hier stond Dodo AFK. Oh, dat zou best kunnen. Ik vlieg altijd een beetje boven. Ja, zo. Zo stond ik hier. En dan keek ik naar wat er allemaal gebeurde. Alsof er mieren op de grond waren die alles aan het bouwen waren. Maar oké, daar stond ik dus. Dat is goed. Dat mensen dat weten. Laten wij hier naar links gaan. Thanks Wouter voor deze uren vol vermaak. You're welcome. Geen probleem. Thuis van Jonebos, geweldige intro, heb je Wouter Bloon dit met een dia-blok. Holy damn, dit waren mooie tijden. Oh, wow. Wat zijn dit voor blokken? Magenta wool. Wauw, dat had ik niet eens in mijn survival. En wat is dat dan? Magenta dye. Wauw, het ziet er zo fancy uit. Creativiteit wordt altijd wel gewaardeerd. Deze zou ik mooi kunnen gebruiken voor scheikunde-experimentjes. Oh, hij doet allemaal experimenten. Oké. Okay. En hoe komt hij hier aan? Jullie hebben gewoon veel meer dingen gefixt dan ik in mijn survival. En dat allemaal binnen 24 uur. Nice. Dan gaan we hier naar beneden. Made with Jerome Power. Oh, dit is gewoon een ding eronder. En hier de redstone. Ik denk dat de redstone is uit de Hall of Fame, of niet? Ja, dat heeft me altijd verbaasd. Niemand heeft die gegriefd. Er zat gewoon redstone blocks daar. Niemand heeft ze gejat. Maar oké, mooi. Jerome Place, welkom iedereen. Woo! Mijn redstone is gestolen. Ja. Wat kan ik daarop zeggen? Nou, de mineshaft. Oké, hier is dus gewoon zijn hele eigen ding. Dat is wel tof dat hij dat heeft gemaakt. Wat is dit? Een weighted pressure plate. Ah, oké. Okay. Zo, dan kan ik erdoor. Super handig. Jerry's huis neemt gelust en kijk binnen. Oké. Okay. Oh, die dude heeft een mooi uitzicht. Moet je kijken. Wauw. Prachtig. En dan, oh, hier is gewoon de mine. Wauw, dude, je hebt wel echt het mooiste plekje uitgekozen. Hier met de zon die zo ondergaat. Well done. Mooi plekje. Mooi stekkie. En wat is hier? Oh, dit is een soort van poort of zo. Of het is nog niet afgemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Heb ik hier nog iets gemist? Van wie is dit? Huis van Super Knight. Nog, en nog iemand. Minecraft naam vergeten. Iemand heeft je geholpen met je huis en je bent hem vergeten? Oh, dat is zo zielig. Maar hij is ook het dak vergeten. Dus wat dat betreft... Zal ik even de deur voor je fixen? Zo. Als het goed is... Ja. You're welcome. Geen probleem. Laten we hier naar boven gaan. Want hier heeft ook nog iemand gebouwd. Oh, is dit wel echt ultiem gegriefd, denk ik. Roan is een god. Not. Oké. Is dat het altaar voor Roan of zo? Roan. Ik denk dat Roan is. Of Roan. Roan. Oh, die wilde een mobspanner maken waarschijnlijk. Ik denk dat dit is voor een mobspanner, want dan moet je ze allemaal erin laten vallen en dan komen ze hier. Of niet? Nee, ik denk dat gewoon... Oké, misschien was het gewoon een toren. Hashtag Dodo. Wauw. Wauw. Nice. Heb ik hier nog iets? Iemand heeft een heel plekje naar zichzelf toegemaakt. En uitkijktoren. Dus een beetje zoals Lars zijn huisje in Community Craft. Ook mooi uitzicht. Jullie kiezen wel de mooie plekjes in de valleien uit. Laten we dan gewoon lekker naar beneden gaan. En dan komen we waarschijnlijk nog wel
andere huisjes tegen. Zoals deze. Crewer. Wouter en Maïsha. The best. The best. The best. Weg naar de mine. Wouter en Maïsha. Ah. Ik zit daar te pesten. Het is Maïsha met een... S-H-A. Geen probleem niet. Ik weet het, is een moeilijke naam. Ik had daar ook altijd moeite mee. Oh, kijk, hij heeft een mooi bloemetje bij zijn bed. Zo lief. Zo lief. Nou, ik ga niet... Oké, ik ga wel even naar beneden. Puur voor hem. Ik weet niet of er iets is. Maar we gaan even kijken. Want hij heeft flink zijn best gedaan. Is dit allemaal hout? Holy smokes. Hij heeft dus gewoon de hele weg naar beneden met hout gedaan. Ik ben blij dat ik naar beneden ben gegaan. What? Damn, dat is veel hout. Hoe komt hij aan zoveel hout, joh? Dit is echt heel veel hout. En hier ook allemaal hout? Dat is zeer verdacht allemaal. Zeer verdacht. Iemand, ik weet in ieder geval wie de bomen heeft gekapt hier. Kruur heeft een monopolie in... Monopolie? Monopolie? What? Een monopolie in hout. What's that all about? Minecraft naam? Waarom? Geen idee. Echte naam? Sanne. Wouter, je bent een supergoeie YouTuber. Dankjewel. Dankjewel. En jullie hebben sowieso de laatste tijd echt superveel support achtergelaten. Dus shout-out naar jullie. Ik bedoel, je kan alleen een goede YouTuber zijn als je publiek hebt dat je daarbij helpt. En dat hebben jullie gedaan. Dit huis is deels gegriefd. Het is een geweldige deurbel. Dit ziet er inderdaad uit als een geweldige deurbel. Prachtig. En die heeft ook een tweede verdieping. Wow! En heeft de monopolie in pumpkins, lijkt het wel. Ook nice. Jullie zijn zoveel meer getalenteerd dan ik. Welke doelwit? Weet ik niet. Dat is een rare vraag. Waarom stel je me zulke rare vragen? En hier? Oh, dit is een leuk terrasje. Je zou maar zo'n terras hebben, gewoon met steen om je heen en een beetje zonlicht waar je heen kan kijken. Dat is een erg droevig uitzicht. Maar niet iedereen kan iets moois hebben. Rip, wie is hier dood gegaan? Ligt hier iemand? Ligt hier iemand? Hallo? Nee. De bladeren zijn er al overheen gegroeid. Zo lang geleden is het en degene is al vergaan. Ik weet niet wie het was, maar rest in peace, bro. Of brodin. Is dat een woord? Vast wel. I don't know. Kijken. Dit is een beetje een begint huisje, maar niet helemaal afgemaakt. En een rabbit. Een rabbit. Steve, jouw huisje. Ziek mooi huisje, zegt Jona. Mooie review. IGN. Jona kan zo voor IGN werken. Ja, dat is wel een chic huisje. Een chic mooi huisje. En dan doen we zo een beetje zo... Kijk, een... hoe heet het nou? Een bosje een beetje hier zo aan de zijkant. Geeft het net iets meer show. Vind je ook niet, Jona? Verander je nu je rating? Is het nu een echt ziek mooi huisje of zo? Ik weet niet precies hoe het werkt. Ja, kijk. Mooi gedaan, Wouter. Lily for you. Afblijven? Nee. Gewoon kapot maken, zo ben ik. Volgens mij kan echt niemand zijn handen thuis houden. Want ik weet niet of dit huis af was. Maar ja, anders heeft iemand toch zijn handen aangelegd. Sorry Lily, ik was het niet. Ik heb niet je ding jongdong. Mod gemaakt. Coming soon. Bankreglement. Twee kamer. Voor. Mods. Made by Jaron. Minder prettig. Jammer dat ik dit niet af kan maken. Ah, ja, maar kijk. Daarom vraag ik aan jullie. Hoe lang willen jullie de volgende server? Want als we een week doen, dan kan je het wel afmaken. Dan kan je een bank maken en dan kan je je kamers verhuren. Het kan allemaal in de wereld van Dodo Minecraft. Niet binnenkomen, oké? Okay. Wel gedaan, hè, funzige man. Yeah, he knows. Als je dit leest, Wouter, volgend bordje. Oh, zeg dan Erwin Noordhuis. Jelmer's naam wordt wel uitgesproken door een YouTuber. Echt? Jelmer's naam wel? Shit, nu heb ik ze allebei opgenoemd. Nou, bij deze. Ik heb u benoemd. Appel Goeshuis Kutgriffers. Oh, dat klinkt als Sjaak's zijn kledinglijn. Kutgriffers. Geen haat op Sjaak's kledinglijn, maar het lijkt erop. Ik las het bijna. Grevers. Grevers. Kutgrevers. Oh god. Made by Oh My Joy. Nog. Wat staat er? Nog niet af. Dodo Power.
Maar het ziet er al goed uit. Het is een mooie start. Volgens mij hebben we hier links nog een gebouwtje staan. Ja, hier. Damn, deze is ook wel vet gemaakt hoor. Ook dat dit dan verhoogd is. Ik weet niet hoe je er komt. Het ziet er wel vet uit. Gewoon Helena's huisje. Abonneer op Dus David Games en het gameportaal. Kijk, dus voor het eerst iemand die iets anders zegt. Wat niet mag natuurlijk. Wow. Wat? Als ik het weghaal, dan gaat hij dicht? Wow, Helena, jij bent echt evil. Evil. Kijk, een chille bank. Dit is leuk. Dit moet ik ook in mijn huisje hebben. Gewoon een bank of zo. En een dik fornuis. Boven nog een mooie verdieping. Moet nog ingeruimd worden. Wel mooi. Mooi glazen ding. Wauw. Jullie moeten allemaal architecten worden. Ik zeg het nu. Ik hoop echt dat een van jullie architecten wordt en zeggen... Ja, vroeger had ik hoe heet het nou? Een huisje gemaakt op de Dodo server. En dat heeft me geïnspireerd om architect te worden. En dan het laatste huis, denk ik. Woe! Lange tour. Het huis van Justin, de Minecraft-naam Terminator. Oh. En die heeft het ook. Iedereen houdt van uitzicht hier. Ik ook hoor. Jullie hebben het uitstekend gedaan. Ik ga kijken of er nog een paar leuke verborgen dingen zijn. Wat is dat bijvoorbeeld? Kijk, iemand heeft hier dus hout op gemaakt. Dat is een leuk verborgen iets. Zou er nog iemand zijn? Kijk, daar is iets met dirt gemaakt. Jullie zijn dus gewoon overal geweest. Hier is hout. Is het een soort van puzzel of zo? Wow, en de politie kon me halen. Volgens mij is dit wel een beetje wat er aanwezig was op de server. We kunnen nog wel een beetje deze kant op. Ik wil jullie in ieder geval in de tussentijd alvast heel erg bedanken voor het kijken. Heb ik deze farm gehad? Ik denk het niet. Oostende, huisje van Jeraam, wie stilt, gaat dood. Fancy. Kijk, leuk uittafeltje voor de twee. En een farm. Oké, die hebben we dus dan gehad. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Dan raad ik je ook zeker aan om de volgende keer langs te komen als we weer zo'n server-event doen. Hier heeft ook iemand een farm gemaakt of zo. Als we zo'n server-event doen, laat even weten met hoe lang je wilt dat de server dan online staat. Nu stond hij dus 30 uur online. Dat is allemaal gebouwd. We gaan het even laten zien. Dit is allemaal gebouwd in 30 uur tijd. Met 15 slots op de server. Dan ben ik dus heel benieuwd als we bijvoorbeeld een week tijd zouden doen met 45 man. Wat er dan uit zou komen. We zullen het zien. Jullie laten het mij hopelijk weten. Vergeet dus niet je like te doen. Achter te laten hoe lang. En dan zie ik je volgende keer gewoon weer om 5 uur bij een nieuwe video op Dodo. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je volgende keer. Tot volgende keer mensen. Ciao.